Haar Majesteit Karel Doerman kiest zee. Haar element is het water. Aan de wal is zij dood. Maar zodra is de Doerman buitengaats of het leven ontwaakt. Het vliegdekpersoneel krijgt de laatste instructies over het aan boord brengen van de vliegtuigen. Want meestal zijn deze gedurende de stilligperiodes voor onderhoud of oefeningen op een vliegkamp aan de wal gestationeerd. Snel achter elkaar landen nu de vliegtuigen. Soms gebeurt dit met behulp van een batsman, zoals hier. Ook de helikopters worden op zee aan boord genomen. De zojuist gelande vliegtuigen, Grumman S2F trackers, kortweg S2F's, meer populair stoefs, vormen samen met de helikopters, de heli's, het vliegend gedeelte van de Doerman. Deze landing maakt u mee vanuit een Sikorsky HSS-1N. De vliegtuigen zijn geland en hebben een plaats gevonden in de hangar onder deks. De Doerman is compleet. Maar zonder het beschermende escorte van jagers of andere marinevaartuigen zou zij op open zee veel te kwetsbaar zijn. De onderzeebootjagers ontmoeten de Doerman in het rendezvousgebied. Het smaldeel is gereed om iedere nieuwe dag haar taak te volbrengen in het belang van een vrije zee en een vrije wereld. Gedurende de nacht en in de vroege ochtend zijn de toestellen door het vliegtuigtechnisch personeel in de hangar al zorgvuldig nagezien en gecontroleerd. Aan dek worden ze startklaar gemaakt. De vliegers ontvangen intussen hun instructies in de briefingroom, ofwel de vluchtvoorlichtingskamer. Meestal zal het doel van de oefening een verkenningsvlucht zijn, of meer in het bijzonder het opsporen en bestrijden van onderzeeboten. Dat is de voornaamste taak van de Doerman. Het opsporen geschiet met behulp van radar en sonar. De bestrijdingsmiddelen zijn raketten, dieptebommen of vliegtuigtorpedo's. Vanzelfsprekend is ook de te verwachten weersgesteldheid in het vlieggebied van groot belang. De weerwaarnemingen worden door de meteodienst van het schip zelf verricht. Daarom is het weer altijd goed op de Doerman. Klaar voor de start? Start er maar! De Plane Guard stijgt het eerste van dek. Dit toestel is aangewezen om gedurende de starts en straks ook bij de landingen in de directe nabijheid van het schip te blijven om bij eventuele ongelukken hulp te kunnen verlenen en om mogelijke drenkelingen te redden. De actie begint. Iedere man is op zijn post. De vliegverkeersleider, de bemanningen van de vliegtuigen en ook de brandwacht en de blokkenpaai die straks door het wegtrekken van de wielblokken zijn kist de vrijheid geeft.
De vliegdekofficier loodst de vliegtuigen op de katapult. Met de sling worden ze aangehaakt. De cockpitcheck herinnert de vliegers aan een aantal controlemaatregelen die ze voor geen enkele vlucht mogen vergeten. Duim omhoog. Zo vertrekken de een na de ander de vliegtuigen om hun opdracht uit te voeren. Vaak vele honderden mijlen ver. Overdag en ook 's nachts. Maar nooit zal de vlieger alleen zijn boven die onmetelijke zee. Voortdurend wordt contact onderhouden met het moederschip. Spoedig worden ook de helikopters naar het operatiegebied gedirigeerd. Samen met de S2F's vormen ze een onverbrekelijk team. Elke bijzonderheid wordt onmiddellijk aan de commando- en gevechtscentrales van de Doerman gemeld en op de plotborden vastgelegd. Zodra de S2F's een onderzeeboot hebben opgemerkt, komen de heli's naderbij om met hun gevoelige sonar, die ze uit het toestel laten zakken, de positie nauwkeurig te bepalen. Van minuut tot minuut wordt de onderzeeboot gepeild. De heli laat zijn prooi niet los. Het sein voor de aanval wordt gegeven. Torpedo rood 20. De torpedo gaat zijn doel tegemoet. Zijn doel ergens in die onheilspellende diepte van de zee. Even rust voor het dekpersoneel van de Doerman. De vliegtuigen zijn weg. Wat zou er nu nog kunnen gebeuren? Voor oefening brand, brand, brand! Veel rust is er voor de bemanningsleden nooit bij. Het werk gaat altijd door. De landingslichten en spiegels moeten in perfecte staat zijn. Straks komen de vliegers hierop weer thuis. Op mensen, materieel en machines komt het voortdurend aan. Met feilloze zekerheid zullen deze remkabels in de remhaak van het vliegtuig moeten grijpen. De hoge landingssnelheid moet in enkele tientallen meters worden bedwongen. De reminstallaties zijn, evenals de katapult, toevertrouwd aan de machinisten van de Doerman. Veelal onderdeks verrichten ze hun verantwoordelijk werk. Thank you.
Elke actie laat zien hoezeer de samenwerking van mensen en machines vereist is in dit grote bedrijf van 1500 man en meer dan 40.000 paardenkrachten. Betrouwbaarheid gaat voor alles en iedere man telt mee. Maar de Doorman is niet alleen een vliegkamp op zee. Ook voor de escorterende vaartuigen is hij vaak het moederschip. Veelal voorziet zij het gehele smaldeel van goederen. Van brandstof ook. Mensen. En materieel. Zo vaart de Doorman op alle wereldzeeën. Verre landen, afgelegen volken zijn niet vreemd voor haar. Ze voelen zich overal thuis. De bemanning van de Doorman is overal thuis. Onder water kennen de duikers en kikvorsmannen de weg. Te land zijn het vooral de mariniers die weten waar te gaan. En de lucht is het element van de vliegers. Ter zee, te land en in de lucht is Hare Majesteit Karel Doorman paraat. Overal waar haar taak roept.